minuten blijft duren. Hè. We waren natuurlijk vorige week al kampioen, maar toch wilden we vandaag er een feest van maken. En ik denk dat het echt wel gelukt is. Supporters erbij, dit is waar we het hele jaar voor gewerkt hebben. En als je dit zo op zo'n manier kan afmaken, dan is het gewoon schitterend. Oh, fantastic. We play football for this emotion. And look around, it's amazing. Oh, ouais, on est magnifique pour ce soir parce que voilà. On a joué notre dernier match et puis on a gagné ce soir. Champion William Dutoit, c'est le meilleur. C'est le meilleur, William. William Dutoit, c'est le meilleur. Retenez bien ce nom. William. William Dutoit. William Dutoit. William Dutoit. Na zo'n week toch nog kunnen winnen tegen een sterke ploeg als Lommel. Is heel knap, is fantastisch eigenlijk. We hadden het eerste helft redelijk moeilijk. En dan de tweede helft hebben we toch nieuwe moed gevonden. En zijn we opnieuw vol voor gegaan zoals we dat normaal doen. En toen hebben we toch nog kunnen winnen. In principe maakt het resultaat niet meer uit, maar gewoon toch een schoonheid afsluiten hier vandaag. En ja, na die 0-1 was natuurlijk een beetje kloten. Maar daarna zijn we er opnieuw voor gegaan en zijn we erop en erover gegaan. Lommel was het eerste kwartier van de tweede helft. Heer en meester, en dan scoren ze verdiend 0-1. En dan gebeurt er weer bij ons iets raar. Dan schieten wij ineens wakker. En dan zie je tot wat wij in staat zijn op mentaliteit. En dat is dit jaar onze grote kracht geweest. Op moeilijke momenten toch terugkomen en ja, 2-1 winnen. Iedereen had het laatste kapot, had krampen. Een hele week gefeest en dan nog kunnen winnen tegen Lommel. Dan ben je verdiend kampioen met 9 punten voor.